Hier zit ik bij de schrijvers van het boek Klaar om te wenden, handboek voor de strateeg, door uitgeverij Scriptum uitgegeven. Paul de Ruiter, waarom dit boek? Dit boek, omdat ik te veel organisaties zie die alleen maar bezig zijn met het korte termijn. Met winst, maken we nog winst over volgend kwartaal of komend jaar? Terwijl heel veel mensen heel lang aan een organisatie verbonden zijn. Zeggen van jongens, zijn we er over 10 jaar ook nog? En wat doen we dan? Ja. En ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben aan een visie op de lange termijn. En ik denk dat organisaties dat heel concreet vorm kunnen geven. En in dit boek staan allemaal concrete tips hoe andere bedrijven dit doen, andere overheden dit doen. En hoe je dit aanpakt, ja. Hoe je de toekomst op de agenda zet. Want Saskia, strategisch denken is nodig niet alleen in het bedrijfsleven, hè? Nee, juist ook bij de overheid en bij brancheverenigingen. Eigenlijk bij iedere organisatie denken wij dat strategisch denken heel belangrijk is. Ja. Dat het eigenlijk onmisbaar is om af en toe over de langere termijn na te denken. Als men dat boek nou gelezen heeft, hè, wat ben je dan te weten gekomen als leek? Nou, we hopen dat de leek na het lezen van dit boek zich ook een beetje strateeg voelt. En weet hoe hij of zij met onzekerheden kan omgaan. En ervoor kan zorgen dat zijn of haar organisatie beter is voorbereid op de toekomst. Ja. Paul, als je strateeg bent, hè, dan zit je iets prachtigs uit te denken. Maar ja, ik kan me voorstellen dat er ineens een kink in de kabel komt. En dan ligt je heel je strategie op zijn kont. Lijkt me niet leuk. Nee. Kan je daar dan uitkomen? Dat is precies de reden waarom dit boek Klaar om te wenden heet. Te veel strategie wordt geassocieerd met een plan, want dat ligt vast en dat kunnen we niet meer veranderen. Terwijl je juist ervan uit moet gaan dat er altijd een kink in de kabel komt. En dus als je plan geen rekening houdt met kinken in kabels, dan heb je een verkeerd plan. Ja. En dat is ook de reden dat heel veel organisaties niet meer aan strategie doen, omdat ze dat hebben ervaren. Terwijl ik denk dat je juist door na te denken over wat kan er allemaal misgaan, dat je een veel beter plan maakt. Ja. Ik moet nu ineens denken, we zitten een beetje in een Gaddafi-crisis. Hè? Hij zit lekker te morrelen daar in zijn land, het gaat niet goed. Men is er ook strategisch mee bezig. Hè? Heb jij een beetje strategische visie daarop? Nou ja, ik was toevallig 2 weken geleden nog in Saudi-Arabië. En als Saudi-Arabië zich met dat soort conflicten gaat bemoeien, dan kan het dus helemaal misgaan in het Midden-Oosten. En ja. Dan hebben we het straks over een scenario van $500 per barrel olie. Hallo. En dat is ook een enorme kans voor duurzaamheid. Aan de andere kant is het ook een enorme kans om juist onze relatie met de Arabische Liga en democratisering in het Midden-Oosten voor elkaar te krijgen. Ja. En vooral de rechtsstaat daar. Dus ook voor justitie zitten daar kansen. Ja. Dus daar zitten allerlei onzekerheden, allerlei kinken in kabels, die als je daar van tevoren over nadenkt, als je klaar bent om te wenden, dat die allemaal op zich weer ook weer kansen zijn. Ja. Maar het kan ook helemaal misgaan door emotionele conflicten. Ja. Ja. Nou, begint de strategie ineens interessant te worden, Saskia. Waarom heeft het boek 2 schrijvers? Nou, eigenlijk heeft het boek 3 schrijvers. Ja. Henk Alkema, die woont in Engeland, dus die kan er niet bij zijn. Het boek is vooral het gedachtegoed van Paul, maar het staat in een langere traditie. Een scenario denken is ontwikkeld bij Shell. En Henk Alkema heeft in de jaren 70 meegeholpen om de eerste scenario's bij Shell te ontwikkelen. Ja. En is in die zin een leermeester van Paul. En ja, ik ben weer de volgende generatie. Ik werk in het bedrijf van Paul. En ik neem het stokje weer over. Dus ja. Dat is de reden dat we met z'n drieën dit boek hebben geschreven. Ja. Hartstikke veel succes met jullie boek. Klaar om te wenden. Handboek voor de strateeg. Uitgeverij Scriptum geeft het uit. En veel succes ermee. Dank je wel. Dankjewel.